Deze namiddag, dames en heren, die past in een ruimere actie van de Europese Groenen. Die een heel weekend overal in Europa, in de 28 lidstaten, de Join the Food Revolution starten. En één deel van onze actie is dat wij met een aantal collega's in het Europees Parlement op een heel bescheiden wijze een klein kookboekje hebben gemaakt. En waarbij wij onze basishouding in zaken voedsel aan de mensen duidelijk willen maken. En ik houd eraan, beste superkoks, Kobe, Olly en Jason, om het eerste exemplaar van dit boekje aan jullie te overhandigen. Super. Merci. Merci. Wat wij onder andere duidelijk willen maken vandaag is dat 40-45% van al het voedsel dat op de wereld geproduceerd wordt, nooit in de monden van mensen komt. Dat verspild wordt. En we zijn erin geslaagd om in een aantal supermarkten groenten die normaal zouden weggesmeten zijn, gewoon omdat ze niet aan de standaardnormen voldoen, we hebben die daar in de hoek staan en onze drie superkoks die gaan daarvan heerlijke maaltijden bereiden. Sans de doute, voleur de temps, je n'en peux plus. Laisse-moi tranquille. De strijd voor voedsel is een strijd voor democratie, is een strijd voor een ander planeet, voor een ander model. En het is met deze actie vandaag hier op de Korenmarkt in Gent dat we dit aan de mensen willen duidelijk maken. Un qui s'appelle Klein, mon plus grand ennemi. Assassin de l'ambition. Sans de doute, voleur de temps, je n'en peux plus. De Groenen strijden al jaren voor een ander voedsel- en landbouwbeleid. En dat is een politieke strijd. Een strijd van politici, een strijd van NGO's, een strijd van gewone mensen om ervoor te zorgen dat ons landbouwbeleid, dat ons voedselmodel duurzamer wordt. Meer respect opbrengt voor planeet Aarde, meer respect voor het dierenwelzijn, meer respect ook voor onze boeren en onze boerinnen die soms tegen kostprijs hun goederen moeten verkopen. Een strijd tegen de distributeurs die proberen de landbouwers in een bepaalde hoek te duwen en de prijzen afspreken en de kwaliteit gaan bepalen. Dit is een strijd echt de democratie waardig. Op 25 mei denk ook aan de Groenen, want de Groenen staan voor iets totaal anders, voor iets duurzaams.